Goedemiddag, hopelijk hebben jullie een goede indruk kunnen krijgen van alle verschillende blokjes informatie. Wij hebben heel kort wat informatie die natuurlijk ook prima op de website te vinden is. Namelijk uh, hoe je je aanmeldt en dat gaat in de hele regio Haarlem met aanmelddagen. 1, 2, 3 maart en ook 7 maart zijn jullie welkom. En um, verder uh, moet u even goed kijken, moeten je ouders vooral even goed kijken. Welke formulieren daar je bij nodig hebt en dat je je paspoort of je ID kaart meeneemt. Dat soort dingen. We hopen in ieder geval dat je een goede indruk hebt gekregen van de uh, van de school. We hebben zo goed mogelijk ons best gedaan. De hele presentatie is terug te kijken. Want uh, niet iedereen kon uh, via de website op het goede plekje komen om 10 uur ochtends. Hij is helemaal terug te kijken met alle verschillende vakken die aangeboden zijn, alle informatie. Um, en verder hopen we anders dat je ook nog heel erg lekker gaat fietsen vanmiddag om uh, de school te bekijken aan de hand van de speurtocht. Dus we hopen jullie allemaal terug te zien op onze school. Vrije basisschool of geen vrije basisschool. Stap vanmiddag op de fiets. Ga de Speur toch doen. Kom langs onze mooie gebouwen. Alles is terug te zien op de website. En uh, nou, hopelijk tot ziens. Bedankt voor jullie tijd. Doei. Dag.